Goedemorgen. Kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen plaatselijk met mist, vooral in het zuiden en oosten van het land. En buitjes in het westen. En vanaf de Noordzee blijft de aanvoer van wolken en buien de hele dag doorgaan. Maar toch wordt het geen verregende dag. Het zijn slechts een paar buien. En ze trekken dus van west naar oost. Vanmiddag daardoor vooral in het binnenland ook een paar buien. Maar de meeste buien blijven toch van de kustregio temperaturen vanmiddag zo 10 naar 11 graden de wind draait naar zuidwest en is aan zee windkracht 4 of 5 in binnenland is het rustiger vanavond nog een laatste buitje dus nog niet helemaal droog maar droog weer overheerst wel in de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe vanuit het zuidwesten morgen overdag is dan wisselvallig weer in het westen en noorden maar in het binnenland blijft het in de ochtend en middag grotendeels droog daar komt de regen pas in de avonduren temperaturen graadje lager dan vandaag Zaterdag en zondag moeten we rekening houden met een paar buien, misschien ook met een klap onweer, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Veel fraaie weer dus in het weekend. Temperaturen wel aan de frisse kant 8 tot 11 graden. En na het weekend neemt de kans op vorst toe. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.